Ik vind dat het programma ook in het lespakket moet van het HBO, omdat daar heel veel, ja, hoe zeg je dat, adolescenten zitten. Vooral als je als jongere dit programma niet hebt gehad, is het heel belangrijk. Want eigenlijk weten de adolescenten niet wie ze zijn. En het is een soort van façade, iedereen heeft een masker op. En we studeren wel, maar vaak is het ook van omdat het moet. Je bent aan het studeren omdat het moet en je hebt geen keus en omdat dat past in de samenleving, hè. Je gaat studeren, daarna ga je trouwen of je krijgt kinderen. Maar eigenlijk weten ze helemaal niet wie ze zijn of wat ze zijn en hebben ze helemaal geen richting. Niemand praat met elkaar, iedereen doet maar alsof en zijn ze eigenlijk wel ongelukkig. Iedereen is ongelukkig. En ja, dit programma geeft je ja, weer die positieve energie, die eigen kracht die versterkt wordt. En dat jij kan bepalen welke richting je opgaat en wie je wil zijn. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat je iets moet doen. Ik heb bijvoorbeeld een groep gehad die ik heb begeleid. En je merkt tijdens de begeleiding dat als je vraagt van hey, hoe komt het dat je je huiswerk niet hebt gedaan of dat je de opdrachten niet hebt gemaakt, dan is het van ja, het moet. Ze zien niet echt de meerwaarde. Ze zien niet de meerwaarde van het leven of waarom je een opdracht zou moeten maken of waarom je je huiswerk zou moeten maken. Het is echt zo van, het is opgedrongen. En daardoor, ik geloof niet dat je dan daarvan kan genieten. Ja, dat is wat je moet doen. Ja. Ja, okay.